En wanneer heb jij dan besloten en this is it? Zal ik je wat vertellen? Mijn dochter heeft een half jaar geleden gezegd... als je zo doorgaat, ben je binnen een jaar dood. Dat meen je niet? Ja, want ik zag die suikerwaardes en mijn hele levensstijl. En op een gegeven moment was het zo erg. Dat was een week voor mijn verjaardag. En toen zei ik, weet je wat, op mijn verjaardag gaat de knop om. Dat is dus nu... Ja, een paar maanden geleden. Ik ben net onderweg. Maar het voelt echt als een bevrijding.